Hoe durven ze mij gevangen te nemen als dit? Jullie stelletje gemeen rekken! Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. Ik ben er weer, jullie in een echte zeep. Het is vandaag warm, maar ik neem dit van tevoren op, dus ik heb er nog op dit moment geen last van. Woensdag denk ik bij mij wat aard, nee! Maar goed, dat is een andere zorg. En de vorige aflevering zijn we dus zeg maar bij Clara terechtgekomen. Zijn we erachter gekomen dat de zandstorm hun beschermt. Alleen daar een hele mooie sessie van Riverdance is de harp gebroken, waardoor dat de zandstorm weg is gegaan. En is Clara dus nu behoorlijk, vatbaar voor invallen en wat dan ook. Ondertussen zijn we teruggeknipt richting team Zelda en Leroy. En Leroy zit dus gevangen daarboven. En gaan we dus kijken hoe dat gaat hangen. Ik heb de tekst al voorgelezen, dus laten we maar gewoon verder gaan. Zorgen en Torren zullen hier nooit mee wegkomen. Ik kan niet geloven dat ik hierbij betrokken ben. Niemand heeft jou gevraagd om het rotzooi in onze zaken. Het is eigenlijk best wel sneu. Ik bedoel, om in de rug gestoken te worden door je eigen koningin. Dit is allemaal een soort van misverstand. Ik ken de koningin. Ze zal me nooit verraden. Wondervol denken. Wie weet wat ze gaan doen met de prinses. Ik moet de prinses redden. Hoe dan ook. Ik vraag me af of moeder ooit wel eigenlijk naar me zou willen luisteren. Waarom heeft ze Bemusie aangevallen? En waarom heeft ze ons gearresteerd op deze manier? Oh, ik moet voorzichtig zijn met haar. Ze is niet haarzelf op het moment. Eigenlijk is ze al een paar jaar eigenlijk raar aan het doen. Sinds mijn verjaardag de laatste keer. Dezelfde dag als dat die lange man ons had bezocht. Misschien had hij er iets mee te maken. Als ik erover nadenk, toen begon eigenlijk alles te veranderen. Dr. Todd heeft Alexandra snel verlaten daarna ook. Wat is er toen gebeurd die dag? Queen Bane heeft jou opgeroepen. Kom met ons mee. Wat? Hoe durven jullie zo tegen mij te spreken? Heimond! Met ons kom jij mee. Dat is dat. Wat was dat zinnetje ook alweer? Oh ja. Geef me weg, jullie stinkzakken! Wat was dat? Ik snap het niet. Ik snap ook niet wat ze eigenlijk zei. Genoeg, je komt daar met ons mee. Oké, prima. Wat gaan we hier krijgen? Schiet op! Op zo'n lange manier heeft de koningin het aan wachten. Moeder! Ah, schatje, daar ben je eindelijk. Waar heb je ben je geweest? Ik heb me eigenlijk zo ongerust gemaakt. Hier, kom dichterbij. Oh ja, tuurlijk, dat vertrouwen 100%. Moeder, er is iets wat ik je moet vragen. Wat is het, schat? Ik vertel je alles wat je maar wil weten. Heb jij... Is het waar dat jij verantwoordelijk bent voor de vernietiging van Bemusia? Oh, geen wonder dat je zo bezorgd kijkt. Dat is ver van de waarheid, Garnet. Zie je, deze Bemusia-ratten hebben al de hele tijd zitten te plotten om Alexandria te vernietigen. Voor een korte tijd. Ik kon niet gewoon wachten dat ze maar gingen aanvallen en ons koninkrijk zouden vernietigen. Dus ik had geen keuze en ik moest het initiatief nemen. Moeder, is dat echt de waarheid? Natuurlijk! Ik bedoel, ik zal nooit liegen naar jou. Geloofwaar of geloofwaar niet. Nou, we hebben de olifantenvrouw in actie gezien en we hebben gezegd... We hebben eigenlijk gehoord wat ze daar dus zeg maar zei. En ze was alleen maar bezorgd over de pendant die we bij ons hadden. Laten we haar niet geloven. Ik geloof je niet! Oh, schat, wat is een bies? Waarom zou je eigen moeder toch niet geloven? Mag ik ook alsjeblieft een deel spelen in dit gebied? Gebied? Ja, een toneelstuk van een geweldig toneelspel.
er komt een ridder aan op een wit paard. En een hele mooie prinses in een verhaaltje van tragische liefde. Oh, helemaal overgenomen door verdriet. De prinses moet slapen voor 100 jaar. Jou, ik heb je eerder gezien. Ah, het zien dat we het voorbestemd is om nog een keer te ontmoeten. Mijn lieve engel, kom naar mij toe. Ik neem je naar een wereld van dromen. Tada! Ze is zo mooi, zelfs als ze slaapt. Stom klein rotmeis. Zorn, Torn! Zorg ervoor dat we die idoljons kunnen pakken van Garnet. Gaf Kuja nou net een kusje? Kiss and make up. I am House of Ra. Misschien een beetje naar later. Misschien een beetje een late verjaardag, prinses. 16 jaar oud de prinses is al geworden. En de idoljons zullen we nou eindelijk pakken. En onze stemmen veranderen constant, maar het boeit me niet. Idoljons van het eeuwige leven. Schiet op van 16 jaar slaap. Dit moet snel. Laat er licht zijn. Ik volg maar één tekstbalkje hoor. Het is goed met jullie. De tijd is gekomen. Kom voor. Odin. De dinges van de duisternis. Terug ondertussen in Klaarrijk. Wat is het met die swappingen? Wat ben jij er aan doen? Vertel me. Waarom denk je dat de sandstorm weg is gegaan? Ik heb geen idee. Ik was ook eigenlijk veranderd dat het, zelf eigenlijk een sandstorm was. Wist je dat de sandstorm hier al is voor 1000 jaren? En al die tijd, het is nog nooit veranderd, of nooit verdwenen. Nooit! Nog niet één keer. Misschien is Brain de olifantvrouw hierachter. Ik vraag me eigenlijk meer af wat er met die vrouw, of met dat vrouw worden, met die manwijf eigenlijk is die dus zeg maar bij Brain was. Ik maak me daar een beetje meer zorgen over. Ik bedoel die gast die met Brain in Bermusia zat. Die man. Ik vraag me af wie jij was. Zippy, ik ga terug en even kijken waarom dat de standstorm weg is gegaan. Hé, ik dacht aan hetzelfde. Laten we samen gaan. Ik bedoel, ik ga de Towler en Arya vinden en ik zie je bij de ingang van de stad. En je speelt als mij. Oké, okay. Dus we besturen daar eigenlijk dus zeg maar, we besturen daar Wilma B. En, we moeten dus wel even gaan kijken wat we hier dus nog kunnen vinden. De Spirits of the Sandstorm, heel erg vervelend. We moeten naar beneden toe. Dus we moeten naar de ingang van de stad. Dat is eigenlijk praktisch waar we naartoe moeten gaan. Er is niks specifieks wat we nou met... Ja, Wilma B kunnen doen, dus vandaar dat we gewoon eventjes doorlopen. En Mag ik even terug? Dank je. Dus daarom laten we maar gelijk naar de ingang gaan en kijken wat er ons eigenlijk daar te wachten staat. En ik weet het, er was een vraag in de reacties van waarom zoveel cutscenes? Het is een RPG. RPG's hebben juist ontiegelijk veel cutscenes. Hou er rekening mee. Oké, nou, daar hebben we ondertussen ons hele team. Hé, wat duurde zo lang? Oké, nou, schiet eens op. Ik kon de weg niet vinden in mijn hele stad. Ik kon Puck niet vinden. Ik vraag me af of hij eigenlijk naar beneden is gegaan. Deze city heeft heel veel yummy yummy zand. Het zand is lekker. Deze stad is lekker. Nou, dankjewel Evie voor die informatie. Ik heb een Mustia gefaald. Maar Clara zal niet falen. Het maakt niet uit wat er gebeurt. Oké. Nou, weten jullie nog dat in de vorige aflevering de Towler Blizzard heeft geleerd? Dan kunnen we dus kiezen of we dus Fyra en Sleep of Tundara en Poison willen leren. Nou, Fyra is op zich wel een hele goeie en dat zorgt voor extra vuuraanval. En Tundara precies hetzelfde eigenlijk. Dus, eeny, meeny, miny, laten we voor Flame gaan. Flame! Oké, nou. Dus we moeten weer terug naar beneden om te kijken of we daar iets kunnen doen en of we daar de boel kunnen verdedigen. Want we zijn op zich heel erg sterk. Maar ja, we zijn behoorlijk in de pan gehakt door die Beatrix. Dus misschien dat we nou wat sterker zijn geworden. Misschien dat Fire eigenlijk best wel zou helpen. Dus die stomme aanval maar niet doet. Alexandrian Soldiers! En zoals we kunnen zien, de zandpolen die zijn dus ook stilgezet. Door dus zeg maar dat de zandstorm er niet meer is. Die zand...
De zandhaasjes, laten we het zo maar noemen. Oké, dus we hebben de Alexandria Soldiers, die hebben we al eerder gezien. En nu moeten we dus zeg maar tegen ze vechten. Dit is geen enkel probleem, aangezien dat we hebben dus zeg maar een heel sterk team. Namelijk onze goede vriend uit Howler, Ken Pyra nu doen. En ondertussen geven ze natuurlijk allemaal aanvallen mogen doen. Pyra is niet zo effectief als Blizzara was. Maar ja, aan de andere kant, we hebben net de hele tijd vijanden gebruikt die er dus zeg maar wel zwak voor waren. Oké, nou eentje is neer. Die andere is ook neer. Maar op zich wel decent gegaan. Yay! En hier is in ieder geval heel erg blij. Ziet hem dansen! Oké, nou. We zagen dus zeg maar dat Abby hier weer iets nieuws heeft geleerd. Dus kunnen we even gelijk even kijken of we dus daar iets van kunnen... Maybe iets tot wat equipment kunnen veranderen. Even kijken, wat heb jij geleerd? Je hebt ad status, had jij geleerd. Of wat nou wil mijn Bibi iets leren? Ik weet niet meer. Wow, je hebt die. Die heb je geleerd. Daar ben je nog mee bezig. Oké, niks nieuws. Goed. Dus ja, we zien dus al dat Alexandria Knights al zeg maar hier proberen te invaden. En we zorgen er dus voor dat dat niet gaat gebeuren. En aangezien dat dit dezelfde battle is, knip ik hem even. Nou ja, het zijn verplichte battles. Verplichte battles zijn anders dan random encounters. Dus deze laat ik er gewoon in. Aangezien dat deze verplicht zijn om te doen. Dan vraag ik mij af, zal Blizzara nou meer of minder schade doen? Towler, laten we eventjes testen. Haha, jij mist. Oké, jij valt even hem aan. En ik wil eventjes kijken of Blizzara nou meer schade op hun doet. Net was het 300 zoveel, hun kan ook Blizzara. Oeh, dat deed eigenlijk... ja, Erwier komt op weinig leven terecht. Dadelijk toch even een paar potions gebruiken. Blizzard doet nog iets meer, maar dat komt natuurlijk ook omdat we nog steeds die ene item geëquipt hebben die ice elements aanvallen versterkt. Dus, oké, nou, de Towler heeft... wow, ook nog eens clear-headed. Dus Jelly en clear-headed zijn al geleerd, waardoor dat we dus zeg maar een nieuwe equipment kunnen geven aan de Towler. Even kijken, slow, daar verandert nog niks bij. Add status, die zit goed. Oké, nou, hier willen we dus, ja, de cotton rope eigenlijk weer, want dat geeft de meeste... extra stuff. En... Absorbs Thunder Elemental Attack. Ja, die hebben we die daar twee van? Nee, we hebben er eentje. Dus de Towler kan zichzelf nou healen door een Thunder aanval op zichzelf te doen. Altijd handig. De meer je leert over dit spel. Oké, dus dan lopen we hier naar beneden. Volgens mij... Ja hoor, nog meer van die mutsen. Misschien is het dan eigenlijk toch wel handig om die Thunder... Thundara nou te doen. Ik bedoel, we kunnen ze allebei tegelijkertijd leren. Ik bedoel, we kunnen swappen wanneer dat we willen. Dus ja. Nou. Worden jullie niet moe van de hele tijd, zeg maar, langs te komen? Wetende dat jullie geboomd gaan worden. Oké, we doen Blizzara, want dat doet de meeste schade. Jij doet ook Blizzara, maar mijn Blizzara is sterker dan jouw Blizzara. En het maakt niet eigenlijk echt uit dat we nou dit gaan doen. White Wind. Want jouw aanval zal het daglicht toch niet zien. Oh ja, Auto Potion, bijna helemaal vergeten. Want namelijk, ja, Blizzara die kilt jullie allebei. Omdat er al schade op jullie is gedaan. Wat eigenlijk helemaal geweldig is. Oh, hij rent al weg. Hij heeft mijn speech gehoord. Oké, nou, Towler, je was weer geweldig. Je was awesome. Laten we eventjes... Ad status is geleerd. Mooi. Oké, kunnen we daar even iets veranderen bij de equipment? Ik weet het, heel erg veel equipment veranderingen. Maar aangezien dat we nou bij die ene... Ik denk toch dat ik jou heel even de lightning staff ga geven. En jij kan nu... Oh, jij kan wel MP plus die procent. Waarom kun jij dat wel? Een beetje onlogica's met een broodje gezond verstand, maar oké, prima. We will take it. Dus HP, MP plus 10%. Ik vind het allemaal goed. Wilma B kan ook magische spreuken doen, daar niet van. Dus die zal ik zeker nog laten zien, omdat ik die nog niet heb laten zien. Dus bij de volgende battle zal ik dat zeker laten zien. Eén moment, Zepi. Ja. Die Alexandrian schavuiten net. Ja. Waren zij niet in een... Beetje een klein aanval om een echte aanval achter te laten? Ja, dat dacht ik eigenlijk ook. Ik bedoel, als het echt een leger is. Bingo! Wie is dat? Oh, het is Puk. Wilma wie? De tuinen zitten in problemen. Je moet terugkomen, zo snel mogelijk. Nee, het was waar wat ik dacht. Gevaar. Ik kom eraan, mijn lord. Kom op, jullie mafkezen. Opschieten. Nou, jullie hebben het opgehoord. Laten we gaan. Dus dit was een afleiding. Oh boy. Ze zijn ervoor gevallen. Jouw stem verandert ook elke keer. Maakt niet uit, te veel stemmen, zo weinig tijd.
Hoe durven jullie hier te komen? Alweer die pointy heads, hè? En te teleporteren nou? Dit kan nogal slecht zijn. Oh! Hey, laat hem eens maar rust! Niet hetzelfde als bij Murcia. Moord! Oh boy. Kupopo! Alsjeblieft, red ons! De stad zit vol met demonen! Zijn er echt zoveel? Ze blijven maar komen! Yeek! Moord! En dan krijgen we dus zeg maar weer dat we dus pointy heads moeten gaan verslaan. Ik noem ze nog niet eens met oude localize. Nou, weten jullie nog dat we type A hebben gehad in Bemurcia? We zijn nog een stuk sterker geworden en de pointy heads zijn dus ook een stuk sterker geworden. Want dit is type B. En type B is dus inderdaad een stuk sterker. Maar we zouden reiswind gebruiken. Wat reiswind doet, zullen jullie nu zien. Ik heb zelf eigenlijk geen idee. Reiswind geeft regen op iedereen. Dat was het wat het idee. We zullen het niet zien. Regen is eigenlijk het tegenovergestelde van poison. In de plaats van dat je iedere beurt schade neemt, krijg je iedere beurt HP erbij. Dus reiswind is zeker eigenlijk handig om gelijk te kasten in het begin van een gevecht. Dus, Bemudia zit in de problemen. We hebben hier Silskin, je hebt altijd goede deals. En we hebben hier nog meer geld. Wat voor deal heb je? Geef hem een deal. High Potion, Eater en een Phoenix Finion voor 444. Dat is eigenlijk bijna hetzelfde wat je net gaf, maar ik wil ze graag hebben. Aangezien een Phoenix Finion verkocht kan worden voor 1000 en ons geld dus meer waard is. Wil je een brief sturen? Ja? Wil je een brief sturen, Mopli? Oké. Maar, ik wou bijna zeggen beste mensen van de Tower Gaming. Gaat goed bij mij. Beste kijkertjes. Ik wil het daarbij laten. Dus heb je nog een leukste momentje of vragen over deze aflevering? Laat het natuurlijk weten in de reactiesectie. Als je daar de tijd voor hebt, laat een like achter als je daar natuurlijk tijd voor hebt. Morgen gaan we dus kijken wat er eigenlijk afspeelt in Bemusia. Mocht het niet te warm zijn om op te nemen, dan moet ik wel even rekening mee houden. Dus ja, hou rekening met warmte. Drink genoeg. De hittegolf is op dit moment bezig. Dus hou er zeker rekening mee. Iets kortere aflevering voor vandaag. Maar ja, het zij zo. Dus ik hoop jullie morgen komen te zien. Dan gaan we kijken of we Bemusia. Nee, niet Bemusia. Clara kunnen redden van de pointy heads. Ik dank jullie voor het kijken. En ik hoop jullie morgen komen te zien. Hopelijk. Doei!